Een aantal raadsleden, burgemeester Kottelenberg en wethouder Gerritsen van Neder-Betuwe, hebben maandag 23 januari een werkbezoek gebracht aan de Duitse gemeente Saabek, vlak over de grens bij Enschede. Sabek, de plaats stelt zo'n 8000 inwoners, is de enige energie-neutrale gemeente in Europa. De delegatie was daarom te kijken hoe deze plaats dit realiseert. Sabek haalt haar doelstellingen door zich op drie pijlers te richten, te weten biogas en wind- en zonne-energie. De afvaardiging uit Neder Peter was daarom dat binnenkort de klimaatnota op de agenda staat, waarin gesteld wordt dat de gemeente uiterlijk in 2050 energie-neutraal moet zijn.